Erik van Elven is een kunstenaar die alle onderwerpen aanpakt. Hij kan stillevens schilderen, portretten, landschappen. En overal is zijn kenmerkende stijl aanwezig. En wat dan kenmerkend is aan die stijl, dat zijn eigenlijk een aantal dingen. Het is hoe hij zijn penseel over het hele vlak beweegt. Je kunt zien dat hij op het hele doek aan het werken is steeds. Maar ook heel kenmerkend is zijn kleurgebruik. En omdat we dat als titel van de expositie hebben gekozen, kort daarover. Erik kiest vaak voor één hoofdkleur en die hoofdkleur die laat hij als het ware, die kom je overal tegen, maar die laat hij overal vergrijzen. Soms is hij heel prominent en daar wordt hij weer zachter. Als je voor een werk van Erik staat, dan zou je daar eens naar kunnen kijken van wat doet hij nou eigenlijk met kleur. Erik, je schildert portretten, stillevens, bloemstillevens, landschappen. Wat schilder je eigenlijk het liefst? Eigenlijk alles, Gozo. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Tenminste, als ik het ene geschilderd heb, bijvoorbeeld een portret geschilderd, dan verlang ik in één keer weer om een stilleven of zo te gaan doen. Omdat dat gewoon weer zo'n andere manier van kijken en zo bijvoorbeeld gewoon is. Dat zorgt er voor mij gewoon voor dat het werk gewoon fris blijft. Tenminste, dat als ik alleen maar portretten zou doen. Ik denk dat ik op een gegeven moment gewoon daar een soort van verveeld gewoon in raak. Dus wat dat betreft is die afwisseling voor mij gewoon heel belangrijk. Ik kan me niet voorstellen dat het model wat hierachter model heeft gestaan, dat die daar een hele middag in het water heeft gestaan. Nee, nou ja, op zich bijna wel gewoon zo. Maar het is wel inderdaad vanaf foto's gewoon gedaan. Maar we hebben op zich wel gewoon echt. Een aantal uren zijn we inderdaad gewoon foto's wezen nemen, omdat het licht verandert elke keer en je denkt elke keer van nu is het mooiste moment. En in één keer een kwartier later gewoon staat de zon nog lager, zijn de kleuren nog mooier en lijkt het ineens compleet weer anders ofzo. Dus wat dat betreft uiteindelijk nog wel gewoon een hele tijd zijn we ermee bezig geweest. Maar inderdaad, ik heb het niet ter plekke geschilderd. Nee. In je portretten zie ik een zekere mate van ingetogenheid. Terwijl als ik naar je bloemstillevens kijk, dan spat de uitbundigheid er vanaf. Ja. Is dat een bewuste keuze? Nee, eigenlijk niet. Tenminste, ik heb daar eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Tenminste, dat komt gewoon een soort van automatisch. Maar ik denk in portretten vind ik heel mooi dat er inderdaad gewoon zo'n soort van ingetogenheid in zit. Tenminste, dat het gewoon een soort van levend, denkend gewoon iemand gewoon afgebeeld is. En dat vind ik gewoon heel aantrekkelijk gewoon inderdaad in een portret. Maar grappig inderdaad dat dat zo opvalt.